Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we boven Nederland weinig bijzonders, maar boven het oosten van Duitsland zien we wel felle witte wolken. Dat zijn buienwolken en die komen langzaam onze kant op. Vanochtend is er nog volop zonneschijn, slechts een paar wolkenflarden trekken over de oostelijke provincies. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het dan weer zomers warm met waarden van 25 tot 27 à 28 graden. Maar in de namiddag, waarschijnlijk vanaf een uur of 4, neemt de kans op een eerste regen- of onweersbui in de oostelijke provincies toe. Ook vanavond kan er lokaal een enkele bui vallen, geldt dan vooral voor het noorden en oosten van het land. In het westen, midden en zuiden blijft het droog. Temperaturen liggen rond een uur of 9 rond 22 graden. Morgen is het overal wisselvallig weer. Het is wisselend bewolkt, er zijn ook zonnige perioden en er gaan dus buien vallen. Daarbij kan het ook een enkele keer onweren. De meeste wolken hangen boven het noorden en oosten. In het zuidwesten schijnt de zon het vaakst, daar wordt het 26 graden. Zaterdag en zondag is het wisselend bewolkt. Schijnt ook van tijd tot tijd de zon en moeten we opnieuw rekening houden met enkele buien. Daarbij kan het ook onweren. Temperaturen liggen in het weekend rond 24 à 25 graden. Ook maandag vallen er buien, dan is het 22. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.